Een hele goede avond, beste kijker. U mag zich opmaken voor Champions League op Play Sports. Vijfde keer dat de Roeselare en Belgorod tegenover elkaar staan in de Champions League. 2019. Dimitri Mouzerski. Goeie jumpsurf. Duur links. En aangeraakt. Dus het eerste punt van Roeselare. Receptie de Jonkheren, dan de aanval van Tuurlings. Opnieuw afgeblokt, maar een nieuwe kans met Orcik. En 17-17. Opnieuw op de libero. Die heeft daar best wel moeite mee. Maar Van Heerten. Andere receptie bij Podlesnik. De kans voor Roeselare. Tuurlings, hij maakt dat af. Hendrik Tuurlings rechtdoor op de benen van Jereschenko. Ja, winnende service van Zigalov. Holman. Ook gered. En dan Podlesnik. Goede receptie van Tuurlings. En dan de aanval van achter de 3-meterlijn. Hendrik Tuurlings opnieuw afgeblokt. Mouzerski nu. Hij maakt het wel af. Het is 27-25. Die kan het niet afmaken. Een tegenaanval met Jereschenko. Bornes. Receptie van Podlesnik. En dan wordt Jereschenko afgeblokt. Goed gereden door Orcik. Ook afmaken. Opnieuw afgeblokt Piotr Orcik. Heel sterk klaar voor Tuurlings, maar dan komt hij Jereschenko tegen. Voor het blok Hendrik Tuurlings. En het is 0-2 in de set. Dus 20-25 in set 2. Hetzelfde spelbeeld als in die eerste set. De Roeselare dat zich kan vastbijten in de hielen van Belgorod. En al meteen een eerste punt van Mouzerski beheerst in de rug van Herten. Een receptie van de Jonkheren. Podlesnik, Tuurlings. Achterin opgevangen. En dan een punt van die nieuwe man. Terjomenko. Slim gespeeld van Tuurlings. Podlesnik wel een goede receptie nu. Komt op het blok. Joost legt klaar voor Tuurlings. En Prins Martinik. Mouzerski met een paasballetje. Tuurlings. En het punt voor Roeselare. Misschien zit er dus wel een setwinst in voor Roeselare. Mouzerski. Niet te pakken. Een goede service van Koeman. De moeite bij Jereschenko. En dan knalt Podlesnik naar buiten. Stijn de Jonkheren. Uur links. En dat is de set voor Roeselare. 25-19. Als ze heel de set de controle kunnen houden. Met de opslag van Jereschenko. Van Heptum staat op het blok. En dan krijgen we dus Hendrik Tuurlings aan het service. Goed opgevangen van Heptum. Tuurlings vanaf de 3-meterlijn. De kans voor Roeselare. Orcik, die scoort.
Slaren dus terug uitgewist. Duur links. Opgevangen van Periomenko. En dan buiten geslagen door Podlejski. Zo moet ik het zeggen. Van Hirten. Net. Jaro van Korpij. Goed geplaatst. En zo voorsprong. Jaro. Andere receptie bij Jerichenko. Komt toch nog goed. Maar ook goed geblokt daar van de Roeselare. Nu Angel Trinidad de Jaro aan de service. Dank eens op die Jerichenko. Poroshin. Over Zigalov. En die wordt opnieuw afgeblokt. Voordeel van Roeselaar, 21-16 dus. Het sluit toch niet alles uit. Maar een nieuw blok. We weten het even niet meer bij Belgorod. Een twee- of driemansblok van Roeselaar. Lijkt logisch. En nu zes. Puur links. Jerichenko. In die service. Het blok. Hij had dat niet gedaan. Tuurlings. Hij maakt het af via het blok. En staat 2 tegen 2. De kapitein van Roeselaar doet het. Goed gered van de Jonkheren. Dan voor Van Heerten afgeblokt, maar de bal gaat buiten en zo het eerste punt. Fomenko. Ah, die bal wordt nog aan de andere kant geslagen. En dan tegen het blok van Orchik en Koolman. En dan slaat de vlam hier weer in de pan. Uitstekend gedaan. Wat kan je zeggen over die redding van De Jaro? Komt daar Muzetski. Jerichenko op de Jonkheren. Al van Hirten via het blok. Uitstekend gedaan. Dimitri Muzetski. Een goede service. Naar het blok. Dat is goed gedaan. Maar de bal gaat er in het spel. Opnieuw blok. En een punt van Pieter Koolman. Aanpakken. Dat zal toch een heuse stunt zijn. Die bal ging buiten. En ruim hoor. Dus zitten we aan 13-10. Niet aangeraakt door de blok. Subtiel van nummer 7 en aan Orchik. Maar punt gaat naar Belgorod. Goed uitgespeeld. Naast te geraken. Opnieuw op Van Hirten geserveerd. Fornes gaat dit afmaken. Muzetski. Jerichenko. Redding van Hirten. Nieuwe kans voor Roeselaar. Duurlings. Muzetski. Wat gaat nu van de ene naar de andere kant? Wat een punt. Duurlings. Ook hij niet. Fornes. Opnieuw gered. Jerichenko en dan gaat die bal buiten en is het punt voor Belgorod. En dan zitten we aan een matchpunt. Roeselaar. Voorsprong. Zo uit handen gegeven. Er waren kansen. Het zijn de Russen die ze omzetten. Van Hirten met de receptie. De Jaro naar Duurlinks afgeblokt. Nog niet gedaan. Orchik moet overspelen. En dat is gedaan. Nu is het wel gedaan. Nu is het wel gedaan. De Russen winnen. De tiebreak met 15-13. Dan is het toch even een anticlimax hier op Schiervelden. Want ze waren er echt wel in aan het geloven. En het zou ook verdiend geweest zijn, want de Roeselaren speelden een hele goede wedstrijd. Dit was nog eens het matchpunt. De blok van Fornes. Roeselaar mag best tevreden zijn met zijn wedstrijd. De handen ook op elkaar hier in Schiervelden voor de spelers.
Ze hebben geknokt voor wat ze waard waren.